Goedemorgen broeders en zusters. Hartelijk dank. Dankjewel. Ik ben heel blij om weer in de midden te zijn vanmorgen. Dank u voor het voorrecht om Gods woord met u te openen. Kerstmis is altijd een prachtige tijd, nietwaar? Maar moeilijk voor voorgangers, voor predikers... Want waar moet u over prediken? Ze hebben het al allemaal gehoord. Hè? Ze weten het allemaal. Dus ik beweer niet vanmorgen om u iets nieuws te brengen. Het moet niet altijd iets nieuws zijn. We hadden een zuster in de gemeente in Antwerpen jaren geleden. En ze kwam naar mij toe na de diensten. Die zei: Wat u vanmorgen gepredikt hebt, hebt u al gepredikt. Ik zei tegen haar, hebt u koffie gedronken vanmorgen? Hè? Ja, zei ze. Ik zeg, en gisteren ook? Ja, zei ze. Ik zeg wel, als u twee keer een kop koffie mag drinken, hetzelfde, dan mag ik ook twee keer hetzelfde prediken. Ja. Maar welke andere boodschap zouden we willen horen? Want kerst is een boodschap. Ik ga een stukje daarvan lezen uit Matthäus hoofdstuk 2. Toen, nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: Waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. En wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij een geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tot hem: "Te Bethlehem in Judea, want al dus staat geschreven door de profeet: En gij Bethlehem, land van Juda, Zijt geen zins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed hij bij hen nauwkeurig aanvraag naar de tijd dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zeide... Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ik hem ook hulde ga bewijzen. Zij hoorden de koning aan en reisden weg. En zie, de ster die zij hadden gezien in het oosten ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria zijn moeder... en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan... goud en wierook en mirre. En van Gods wegen in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren... Trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. Tot zover. Het verhaal van de wijzen uit het oosten hoort traditioneel bij het kerstevangelie. Alhoewel het wellicht enige tijd na de geboorte van Jezus plaatsvond. Want de wijzen bezoeken Jezus niet in een stal, maar in een huis. Maar wie waren deze wijzen uit het oosten eigenlijk? Volgens een traditie waren zij drie koningen. En die zouden Gaspar en Baltasar en Melchior gegeten hebben. Maar het is eigenlijk weinig waarschijnlijk dat ze maar met z'n drieën waren. Want in bijbelse tijden, zo'n reis van een klein 2000. Kilometer heen en 2000 kilometer terug. alleen nemen. met z'n drieën. dat was erg gevaarlijk. Zeker als men goud in zijn bagage bij had. En mensen die rijk genoeg waren. om zulk een lange reis te ondernemen. en dan ook om kostbare goud en wie ook. En midden te kunnen weggeven. zulke mensen reisden met een hele stoet. van dienstknechten en van gewapende lijfwachten. Dus waren ze waarschijnlijk niet met drie. En ze waren waarschijnlijk ook geen koningen. Want in de woelige tijden van het Nieuwe Testament. zouden koningen hun tronen. Onmogelijk maandenlang leeg laten staan. uit vrees dat wanneer ze terugkeerden. er anderen erop zouden gezeten hebben. Dus wijzen uit het oosten waarschijnlijk niet met drie en waarschijnlijk geen koningen. Wie dan wel? Waarschijnlijk sterrenkundigen uit de streek van Babylon in het huidige Irak waar vele woonden, Joden woonden toen, eigenlijk vooral nakomelingen van de ballingen die koning Nebukadnezar meer dan 500 jaar voor de geboorte van Christus naar Babylon voerde. En deze wijzen kenden daarom waarschijnlijk de Hebreeuwse heilige schriften, waarin een merkwaardige profetie staat van Bileam. Een ster gaat op uit Jacob. Een schepter reist op uit Israël. In Bijbelse tijden geloofde men namelijk dat het verschijnen van een nieuwe, heldere ster, de geboorte van een grote iemand. Aankondigde. Volgens legende verschenen zulke sterren bij de geboorte van Alexander de Grote. En ook bij de geboorte van de Romeinse keizer Augustus, die over de wereld heerste toen Jezus geboren werd. De Joden geloofden en geloven nog dat zo'n ster verscheen bij de geboorte van Abraham. Tussen 1603 en 1606 observeerde de Duitse sterrenkundige Kepler een samenloop van de planeten Mars en Jupiter en Saturnus in de sterrenhemel, waarna een schitterende ster tussen Mars en Saturnus verscheen. En sterrenkundigen hebben berekend dat dit fenomeen, dat ongeveer eens in de 800 jaar plaatsvindt, ook kort voor de geboorte van Jezus plaatsvond. En sommigen geloven dus dat het Zullikenster was die de wijzen volgde. Anderen wijzen eerder naar de Shekinah, de heiligheid Gods. De heerlijkheid Gods, die het tabernakel en de tempel vervulden, en die Israël door de woestijn leidde, en die mogelijk ook de herders in de velden van Efrata bij Bethlehem bestraalde. Hoe dan ook, die ster was toch wel een merkwaardige ster, nietwaar? Die de wijze niet alleen maandenlang de weg, naar Israël wees, maar ook nog het precieze adres in Bethlehem waar Jezus en zijn ouders vertoefden. Ze komen te Jeruzalem aan die wijze. En toen, nu Jezus geboren was te Bethlehem in Juda, in de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. Waarom? Waarom zouden ze ontstellen? De geboorte van een baby is toch iets vreugdevols. Vindt u niet? Toch wel? Ik herinner me de geboorte van mijn eerste zoon. S'avonds, rond een uur of half negen. En ik bleef in het hospitaal. Bij mijn vrouw tot een uur of tien, half elf, en dan kwam ik naar huis. En zaterdagmorgen stond ik vroeg op en ging ik naar de bakker een beetje verder in de straat een brood halen, half acht. Ik had alleen naar mijn ouders in Engeland gebeld en naar mijn vrouw, haar moeder gebeld om te zeggen dat de baby geboren was. En ik kwam bij die bakkerin binnen. Om mijn brood te halen. En die bakkerin die zei. Proficiat meneer met uw baby. Ja. Ik denk, hoe kon die dat nu geweten hebben? Ik had het aan niemand niet verteld. Maar die bakkerin. die had mijn vrouw dikwijls in haar bakkerij zien komen. niet waar? En nu kwam mijn vrouw niet, maar haar man. En blijkbaar stond dat op mijn gezicht te lezen: dat ik heel gelukkig was. En dat was ik ook. Nu is mijn zoon 50 jaar oud, ik ben er nog gelukkig mee. Halleluja. Maar de geboorte van een kind brengt vreugde. Vandaar dat Kerstmis voor ons zo'n vreugdevol feest is. Maar Herodes was helemaal niet blij. Toen hij daarvan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. Waarom? Wat heeft die oude, eigenlijk al doodzieke Herodes van een pasgeboren baby-koning der Joden te vrezen? Herodes regeert al meer dan dertig jaar over Israël. Maar in zijn oude dag is hij bijzonder achterdochtig geworden. Hij verdenkt iedereen. Hij dult geen tegenspraak, laat staan tegenstand. En hij laat iedereen die hij als mogelijke concurrent beschouwt, zonder genade ombrengen. Inclusief minstens één van zijn vrouwen verschillende van zijn kinderen, broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen en andere verwanten. En dan nog twee hoge priesters en een niet nader bekend aantal andere onfortuinlijker. Waar is de koning der Joden die geboren is? Een concurrent. En toen Herodes hiervan hoorde ontstelde hij. De wijze vragen, waar is de koning der joden die geboren is? Dat weet Herodes niet. Herodes weet niet waar de Messias geboren moet worden. Herodes is geen jood, hij is een idumeer. Hij kent de joodse schriften nauwelijks. En daarom laat hij al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen... en trachten van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea. Want al dus staat geschreven door de profeet... en gij, Bethlehem, land van Juda... zijt geen zins de minste onder de leiders van Juda... want uit u zal een leidsman voortkomen... die mijn volk Israël wijden zal. Herodes liet de wijze naar Bethlehem gaan... En zeide, gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra hij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. Ja, ik denk dat wij wel raden op welke manier Herodes dat kind hulde wil gaan bewijzen. Met een dolk, nietwaar? Ja. Toen Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij. En geheel Jeruzalem met hem. Dus niet alleen Herodes, maar ook geheel Jeruzalem is in rep en roer. Hoe komt dat? Zij vragen, waar is de koning der Joden die geboren is? De titel, bijbelse titel, voor de lang verwachte Messias. Strikt genomen is Herodes niet de koning der Joden. Zijn officiële titel is koning van Israël. Koning der Joden, de koning der Joden, is de Messias. Zou het dan waar zijn? Zou de lang verwachte Messias er nu zijn? De Messias van wie men in Israël in de tijd van het Nieuwe Testament verwacht dat hij komen zal om de gehate vrede Romeinse bezetters het land uit te verdrijven? De Messias die een eeuwige rijk van vrede zal komen stichten? De Messias die vanuit Jeruzalem over de hele wereld zal heersen? Het was bijna niet te geloven. Nee, het was niet te geloven. En waarom niet? Want volgens de Joden wordt de Messias niet als baby geboren. Hij komt volwassen naar de aarde. Dat zeiden de profeten toch. Een andere reden waarom geheel Jeruzalem ook. Met Herodes ontsteld, is wellicht omdat de wijzen beweren: wij hebben zijn ster in het oosten gezien. De Joden geloofden dat God hun God was, hun exclusieve God. En dus dat de Messias hun Messias zou zijn, hun exclusieve Messias. En het was voor hun dan volstrekt ondenkbaar dat God de geboorte van de Messias, de Joodse Messias aan heidenen zou gaan verkondigen. Wanneer de Messias zou komen, dan zou God zijn geboorte eerst en wellicht alleen aan Joodsen, Joden gaan aankondigen. Joodse wijzen dus. Als dat waar was, wat zitten wij dan hier vanmorgen kerstfeest te vieren? Maar dat is niet waar. Want er is geen aanzien des persoons bij God. En al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. We hebben het vanmorgen gezongen: Immanuel, God met ons, met iedereen van ons. Jezus kwam voor iedereen en Jezus is voor iedereen, ook voor iedereen hier vanmorgen. Jood uit Jeruzalem. Of wijzen uit Rotterdam. Halleluja. Waar is de koning der Joden die geboren is? is bij Herodes en in Jeruzalem. Naast die wijzen uit het Oosten hebben schijnbaar, schijnbaar slechts andere heidenen in de evangelie begrepen dat Jezus de koning der Joden is. Namelijk Romeinse soldaten. Die vlochten van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd... en gaven hem een riet in zijn rechterhand. En toen vielen zij voor hem op de knieën en spotten zeggende... Wees gegroet, gij, koning der Joden. Romeinse soldaten. En Pontius Pilatus, die een opschrift liet schrijven en op het kruis plaatsen. En er was geschreven, Jezus de Nazareer, de koning der Joden. Alleen door heidenen, herkend. Waar is de koning der Joden die geboren is? Ook een rare vraag. Een koning wordt toch nooit als koning geboren? Niet waar? Onze koning Filip en jullie koning Willem-Alexander, die werden niet geboren als koning Filip en koning Willem-Alexander. Die werd ge werden geboren als Prins Filip en Prins Willem-Alexander. En die werden alleen koningen. Wanneer moeder of vader troonsafstand deden. Maar de wijze vragen: Waar is de koning der Joden die geboren is? Niet de prins, maar de koning. Want deze koning. Wordt geboren als koning. Hij wordt niet aangesteld door Romeinen. Hij wordt niet aangesteld door Joden. Maar hij wordt als koning geboren. Aangesteld door God zelf. En het is juist daarom dat die wijzen uit het oosten hun lange reis ondernomen hebben. Want zij willen deze koning der Joden persoonlijk ontmoet, ontmoeten en hem hulde brengen. Die wijzen zijn godsdienstig. Zij geloven in God. Zij geloven in de heilige geschriften. Ja, ze geloven wel. Ze geloven in God, maar ze kennen Hem niet. Ze kennen Hem niet. Ze hebben Hem nog nooit persoonlijk ontmoet. Ze hebben over de Messias gelezen. Ze geloven dat Hij geboren is, maar ze hebben Hem nog niet persoonlijk ontmoet. Zijn de mensen hier vanmorgen in ons midden zoals die wijzen? U hebt over Jezus gehoord. U kent dat kerstverhaal goed. Misschien gelooft u zelfs in God. Maar u hebt Jezus nog nooit persoonlijk ontmoet. Die wijzen willen Jezus ontmoeten, persoonlijk. Hem persoonlijk leren kennen. Ze komen zoekende, zoekende om Jezus te ontmoeten. En ze hebben gelijk. Want Gods Woord belooft: wie zoekt, vindt. En de wijzen uit het oosten komen en zoeken en. Ze vinden. Want zie de ster die zij hadden gezien in het oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Precies aan het adres. Geprofiteerd door de profeet Micha, zo'n 750 jaar eerder. En gij, Bethlehem, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid. Zij kwamen, zij zochten en zij vonden. En als u vanmorgen hier gekomen bent, Zoals die wijzen, zoekende, verlangende om Jezus persoonlijk te vinden, te ontmoeten. Niet alleen tevreden te zijn met van Hem te weten of in Hem te geloven, maar persoonlijk Hem te ontmoeten. Dan kan uw ervaring deze morgen precies dezelfde zijn. Als die van die wijze. Toen, ze wijze die, toen de wijze de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Halleluja. Het is toegelaten om blij te zijn in de kerk. Halleluja. Het is toegelaten. Om vreugde te bedrijven voor de Heer. Onze broer vertelde dat ik net in Afrika was. Ik was, had het voorrecht om uitgenodigd te worden om als spreker op een voorgangersvergadering. En overdag, dan bent u smorgens en smiddags studiegeven voor voorgangers. En s'avonds komt u dan om te spreken in verschillende kerken. Nu, het was niet de eerste keer dat ik in Afrika mocht zijn, maar het viel mij weer op. Die Afrikanen weten hoe ze God moeten aanbidden. Ze zitten niet allemaal zo braafjes stil zoals wij. Ze springen en ze dansen en ze loven en ze prijzen de Heer. In tongen allemaal ook. Want je verstaat er niks van, van hun taal. Maar al verstaat u niets van de taal... Oh, u ervaart de vreugde en u wordt meegesleept met die vreugde. Ik werd grootgebracht in een kerk waar de heiligen, de heiligste heiligen, dat waren de heiligen met de langste gezichten. Rondom de kerk waren er standbeelden van heiligen. Hebt u dat gezien in sommige kerken? Moet eens kijken, als u in een kerk komt met standbeelden van heiligen, er is geen ene die glimlacht. Ze hebben allemaal lange gezichten. En ze, ze, ze staan daar iedere zondag en ze horen prediken over onze Heer Jezus Christus en ze blijven treurig. Wij komen naar de kerk als christenen. En ja, soms komen we wel treurig binnen, want het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Maar wanneer we de Heer Jezus ontmoeten, het zijn nu voor het eerst, het zijn nu voor de zoveelste keer. Oh, er komt blijdschap en vreugde in ons hart. En we gaan met blijdschap en vreugde straks naar huis. Toen de wijzen de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En ze gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria zijn moeder en zij vielen neder en bewezen hem hulde. Die wijzen komen niet alleen zoekende en niet alleen vindende, maar ze komen ook gevende. Zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan, goud en wierook en mirre. Ja, kerst is ook de tijd van het geven van geschenken. Ja, en daarmee gedenken wij dat God aan ons zijn grootste geschenk gaf. Maar hebt u bemerkt dat geschenken getuigen van de houding van de gever? Is het niet? Als u nu een geschenk ontvangt, een prachtig geschenk, heel mooi ingepakt, duidelijk dat iemand daar tijd en denken aan besteed heeft, dat is wat anders. Als iets dat gewoon door uw brievenbus wordt gestopt. Geschenken, getuigen van de houding van wie ze geeft. En de geschenken van de wijze, getuigen van de houding van hun hart. Zij bieden Jezus goud aan. Erkenning van en eerbied voor zijn koningschap. Ze bieden Jezus weer ook aan, erkenning van zijn priesterschap als middelaar tussen God en mensen. En ze bieden hem meer aan, profetisch vooruitblikkend na zijn kruistood, waar hij het lam Gods zal worden. Dat de zonden der wereld wegneemt. De wijzen geven. En geven is het hart van het evangelie. Geven is het hart van het evangelie. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Weet u, alleen de God van de Bijbel is een gevende God. Alle andere zogenaamde goden zijn nemende goden. Geven is een uitdrukking van liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En wie God geeft aan wie Hij lief heeft. Wij geven geschenken met kerst aan onze geliefden, nietwaar? En God geeft zijn geschenk aan wie hij lief heeft. En wie God lief heeft, wil ook aan Hem geven. Ja. Als we God lief hebben, willen we aan Hem geven. De wijze boden hem geschenken aan goud en weer ook en Wat moeten wij geven? We zongen vroeger. Wat zal ik geven, mijn heiland? Wat kan ik doen voor mijn Heer? Jezus, mijzelf wil ik brengen. Kleg mij thans neer aan uw voet. Gij slechts hebt recht op mijn leven, wijl gij mij kocht met uw bloed. De wijzen ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan goud en wierook en mirre. God heeft ons zijn kostbaar. Kostbaarst geschenk gegeven, en hij vraagt van ons dat wij Hem het kostbaars kunnen geven, willen geven, dat wij kunnen geven: ons hart, ons leven, onszelf. Hij vraagt mijn zoon, mijn dokter, geef mij uw hart. De wijzen komen zoekende, vindende, gevende en aanbiddende. Zij vielen neder en bewezen Jezus hulde. En broeders en zusters, de Bijbel zegt dat wij de Here ook moeten aanbidden. Hem moet gij vereren, voor hem u nederbuigen en aan hem offeren. Geef de Heere de heerlijkheid van zijn naam. Brengt offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de Heere in heilige feestos. Treed toe. Laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Heere onze Maker. Verhoog de Heere onze God. Buigt u neder voor de voetbank zijner voeten, heilig is Hij. Dat de volken U loven, o oh God. Dat de volken al te gader U loven. Ja, komt allen tezamen. Komt verheugd van harte. Bethlehem stal in de geest bezocht. Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren. Komt laten wij aanbidden. Komt laten wij aanbidden. Komt laten wij aanbidden. Die koning. De wijzen gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria zijn moeder. En zij vielen neder en bewezen hem hulde. En van Gods wegen in de droom gewaarschuwd, om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. Na hun ontmoeting met Jezus vertrekken de wijzen niet langs dezelfde weg waar langs ze gekomen zijn, maar langs een andere weg. Ze bewandelen nu een andere weg, letterlijk, maar ook geestelijk. En die andere weg, die de wijzen uit het oosten nu bewandelen, is niet alleen geestelijk een andere weg, maar ook de enige weg. Want de behoudenis is in niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. We kunnen kerstmis niet vieren met Mohammed of met Boeddha, alleen met Jezus, die zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En weet u, voordat christenen christenen heten, heten zij mensen van de weg. Ja. Maar Jezus zegt dat er eigenlijk twee wegen zijn. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Jaren geleden, in mijn jeugdtijd in ieder geval. Dan hing er in vele kerken en bij vele christenen thuis een heel mooie schilderij. Waarvan het origineel in 1843 door een zekere mevrouw Reilen in Duitsland geschilderd werd. En die schilderij die werd gekopieerd en in verschillende talen uitgegeven. En op die schilderij staan twee wegen uitgetekend. Die naast elkaar beginnen. En daar zijn twee armen van een wegwijzer. En de ene kant wijst naar leven en heil en de andere kant naar dood en verdoemenis. De toegang tot de smalle weg is via een klein bijna onzichtbaar poortje. De toegang tot de brede weg is via een opvallend wijde boog. waarop welcome in grote letters staat. Maar die twee wegen lopen steeds verder uit elkaar. En op die, die schilderij staan er in totaal 88 Bijbelteksten. verdeeld over die twee wegen. En aan de ene kant vermanen ze de scharen op de brede weg. Tegen theaterbezoek en drankgelegenheden en allerlei andere zogenaamd wereldsvermaak, zelfs een trein die op een zondag rijdt. Terwijl de teksten aan de andere kant de enkelingen bemoedigen die op de smalle weg lopen, in hun heilig en vroom leven te volharden. Ik heb dikwijls naar die schilderij staan kijken toen ik jong was. En de gedachte, de vraag op welke van die twee wegen sta ik? Want ik ging wel eens graag naar de bioscoop. En ik durfde wel met de trein op zondag rijden. Staan er werkelijk op de smalle weg verbodstekens naar alle wereldsvermaak, alles wat vreugde en blijdschap geeft? Gelukkig niet. De smalle weg is geen krampachtig zogenaamd christelijk leven dat heiligheid probeert te bereiken. Door gelovigen zoveel mogelijk te verbieden. Door alle wereldsplezier en moderniste technologische ontwikkeling als gevaarlijk te beschouwen. Of zelfs zoals sommige secten om kerstmis in zijn geheel te verbieden. Nee. Heilig leven betekent gelukkig niet lange gezichten en sombere kleding. En leven als straatarme, arme kluizenaars die zich geen enkel genoegen mogen veroorloven. Integendeel, die Afrikanen, die hebben gelijk. Want het is een gebod in de Bijbel om vreugdevol te zijn. En het is een gebod in de Bijbel om te feesten. Een gebod. Halleluja. De psalmisten zingen, overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. In uw naam juichen zij de ganse dag. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. De kerstengel zegt aan de herders in de velden van Efrata: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. En christenen zijn de gelukkigste mensen ter wereld. Amen. Halleluja. Want de andere weg is een weg. Naar heerlijke, een heerlijk eeuwig feest. in de hemel bij de Heer. Durf niet in de hemel aan te komen met een lang gezicht. Och. Ze trokken langs een andere weg terug, die wijze. Hoe anders is die andere weg eigenlijk, die smalle weg? Paulus schrijft: gij. Geheel anders. Jij hebt Christus leren kennen. Als we Jezus persoonlijk ontmoeten... dan verandert niet alleen ons uiterlijk glimlach. Maar alles verandert. Totaal. De andere weg is een heel andere manier van leven en doen. Voor allen is Jezus gestorven opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met Zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in al uw wandel. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Jij geheel anders. Jij hebt Christus leren kennen. Halleluja. <tossimus> De andere weg is niet alleen een andere manier van doen, maar ook een andere manier van spreken. Uw spreken zij te allen tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan, aan, aan ieder het juiste antwoord moet geven. En die andere weg is ook een andere manier van denken. Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat wat u geleerd en overgeleverd is. Wat gij van mij gehoord en gezien hebt, zegt Paulus, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Ja, prachtig verhaal. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea in de koning van, Hero, van koning Herodes. Wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: Waar is de koning der Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Zo zijn ze gekomen. Maar ze trokken langs een andere weg terug. Ze zijn op een heel andere manier teruggegaan. Laten wij een voorbeeld volgen: komen, Jezus zoeken, Hem vinden, Hem aanbidden, Hem ons hart, ons leven geven. En vanaf dat moment vanaf dit moment... een andere weg volgen. Die nieuwe en levende weg... die Jezus ons ingewijd heeft... door het voorhangsel dat is zijn vlees. Dat de Heren uw God ons te kennen geven... welke weg wij moeten gaan... en wat wij moeten doen. Ik wijs u... Een weg die veel verder omhoog voert. Als u vanmorgen gekomen bent, hebt gehoord van Jezus, misschien geloven in Jezus, maar u hebt Hem nog nooit persoonlijk ontmoet. Kom van haak tot Hem. Hij wil u ontmoeten. Geef Hem vandaag uw hart en uw leven. Sla vandaag de andere weg in. En u zult deze week kerst beleven zoals u die nog nooit beleven hebt. En niet alleen deze week. Niet alleen op 25 december. Maar. Elke dag van de rest van uw leven hier op aarde. <tok>